Shit. Hm. Ik heb geslapen. Ja, best wel lang. Ik durf het helemaal niet te bewegen. Ik kon het echt niet over mijn hart verkrijgen om je wakker te maken. Oh, echt waar? Ja. Lief. Hoe laat is het dan? Maar wacht even, ik was toch je laatste klant van vandaag? Ja. Hey, ik vroeg me thuis nog iets af. Is het niet een beetje raar dat wij het, zeg maar, zonder iets gedaan hebben? Dat doe je anders nooit, neem ik aan. Dat is dan toevallig alleen deze keer met mij. Oh ja, dat is echt heel stom. Ja. Dat is echt ontzettend stom. Ja. Ja. Ik bedoel, jij zou ook wel eens iemand hebben, denk ik. Ja, ja, jawel. Maar niet 5 op een dag. Nee, dat begrijp ik ook, ja. Ja. Maar ja, stom is het wel natuurlijk, maar... Ja. Er is niks meer aan te doen, hè? Nee. Jij bent wel gezond, voor zover je weet. Ja, jawel. Ja, jij ook? Ja. Ja. Ik ben een heel braaf meisje. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, als ik maar eens opmeten. Opmeten? Maar nou is die echt heel klein, hoor. Het is eigenlijk mis met deze gordijnen. Dat is toch eigenlijk prima? Zijn ze niet donker genoeg of zo? Wacht even, ik moet even... Ik ben het even kwijt. Maar je hoeft het niet te zeggen, hoor. Nee, ik bedoel, als jij nieuwe gordijnen wil, dan krijg je toch nieuwe gordijnen? Hey, heb je al enig idee dan wat voor stof jij zou willen? Nee, ik bedoel, als het echt donkerder moet zijn, dan heb ik nog wel hele mooie donkerblauwe fluwelen stof. Die is nou in de aanbieding, trouwens. Hey, maar even iets anders. Over dat meisje, hè, dat jij naar me toe gestuurd hebt. Meisje dat ik naar jou toe heb gestuurd? Ja. Ja. Wat zei ze, dat jij er gestuurd had? Sorry, ik weet even niet waar je het over hebt. Oh, wacht even, er is geloof ik iets misgegaan hier. Nou, het is helemaal niet misgegaan. Oké, luister. Er belde hier een meisje aan vanavond. Of een vrouw eigenlijk. En die zei dat ze Laura heette. En ze wilde eigenlijk meteen door naar de slaapkamer. Oh, Laura. Ach, stom. Ja, die weet natuurlijk dat ik in de villa woon. Ik had haar moeten zeggen dat ze naar Joyce had moeten komen. Maar wie is die Laura dan? Laura, dat is van de gordijnshop. Ja, Joyce had nieuwe gordijnen nodig in de kinderkamer. Bo.